Vandaag wil ik even een review geven van mijn Model X nadat ik 40.000 kilometer mee heb gereden. 6 maanden tijd in deze Model X. The good, the bad en the ugly. Allereerst het uiterlijk. Nou, daar valt niet over te twisten, maar deze deuren die zijn echt gewoon geweldig. En die werken in de praktijk ook prima. Het is lekker droog daaronder als het regent. In garages letten ze aardig goed op hoe ze open moeten gaan. Dus als je dicht bij andere auto's bent, dan gaan ze eerst opzij en dan omhoog. Dat werkt gewoon prima. Het is nog niet zo geweldig als ik eronder ga staan en ze gaan dicht. Dan, dat werkt nog niet zo geweldig goed. Dat zal wel een betere sensor mogen zijn. Maar wat dat betreft, het doet niet zoveel pijn. En het is zo dat het uiterlijk is minder mooi dan de Model S. De Model S is gewoon slank. En deze Model X is gewoon toch wat groter. Maar het is natuurlijk wel heerlijk rijden. Want dat is natuurlijk wel het andere. Ook heel groot voordeel van de Model X is deze trekhaak. Hij kan 2500 kilo trekken. Nou, dat heb ik ook geprobeerd. Dat werkt echt goed. Paardentrailers, geen enkel probleem. Heb ik ook filmpjes van staan op het internet. Als je kijkt de hoeveelheid bagageruimte die ik heb, dat is niet veel zo. Ik heb 6 mensen. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon alles wegklappen. En dan heb je wat meer ruimte. Je kunt ook deze Model X bestellen met een bank. En die kan helemaal plat. Want dat kan met deze kan dat niet zo. We kunnen deze stoelen naar voren schuiven. Dat is heel fijn met instappen, want je kunt echt waanzinnig goed instappen. Maar natuurlijk de ruimte die je hebt, veel meer naar voren kan die niet. Dat is niet handig, maar je kunt hem dus ook kopen met een bank. En dan kan die helemaal voorbij klappen. En dan heb je een waanzinnige bagageruimte. Dus dat is gewoon een keuze tussen de hoeveelheid mensen die je wil hebben. Die stoelen kunnen dus helemaal naar voren gaan. En wat wel handig is, dat je dan zo rechtop kan staan. En dan kan ik ook naar beneden. En dan kan ik met mijn benen helemaal relaxed achterin zitten. Dat gaat echt geweldig. Je kunt hier prima gewoon... Zit je goed? Ja. We zitten gewoon goed. En we kunnen ook weer makkelijk uitstappen. Want je pakt gewoon hier dit buiten. Bam. Rechtop. Uit een auto stappen. Waar kun je dit nou doen? Natuurlijk hebben we ook de frunk. Een hele bekende plek van de Tesla. Waar je ook gewoon nog ruimte in hebt. Deze auto heeft 17 bewegende delen. 2 kleine motortjes, een asje en 4 wielen. En dan nog een beetje een versnellingsbakje die eigenlijk de hoeveelheid toeren reduceert. Dat zijn alle bewegende delen die in deze auto zitten. Maakt het heel simpel. Elektrische auto's zijn de meest simpele auto's die er zijn en worden ook de allergoedkoopste. Op zich is deze Model X eigenlijk voor Europa wel heel erg groot. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een Prius, dan is het oppervlakte veel groter en in garages. En met parkeren op de grachten merk je dat echt. De Model 3 die er aankomt is echt helemaal een Europese size hiervoor gemaakt. En dat zie je bijvoorbeeld hier. Hier zie je ongelooflijk veel schade. De auto is nogal breed en mensen vergissen zich daar aan alle kanten van. Als de auto zelf rijdt heb je geen enkel probleem. Als je mensen laat rijden krijg je schade. Even over het laden. Dat is echt iets wat je moet leren. Je krijgt een paar kabels heb je nodig. Allereerst is dit de meest gebruikte kabel. En enerzijds gaat deze, de kleine, die gaat in de laadpaal in Nederland. En de grote moet je even het laadpaaltje zien te vinden. En dan moet je hier met de hand opdrukken. Dan gaat hij open. En je stopt hem erin. Dan is hij daarmee klaar. Dus dit is zeg maar het laden. En in Nederland heb je voldoende laadpalen. In het buitenland is het wel echt heel erg hard werken. En daarom zijn we ook heel blij met de superchargers. Want dat is echt uniek aan Tesla. Dat die overal in Europa en in Amerika. Dat er gewoon elke 200-300 kilometer een supercharger is. Waar je een half uur moet blijven om de accu gewoon half te vullen. En een uurtje om hem helemaal te vullen. En dan kun je weer 3500 tot 400 kilometer verder afhankelijk van hoe je rijdt. Dat is voor de officiële laadpalen. Dan is er ook nog deze laadpaal die je erbij krijgt. En die gaat enerzijds in de Tesla. Maar anderzijds heb je krachtstroom. En dat heb je in elk restaurant, elk garage, elk bedrijf. Die heeft eigenlijk gewoon krachtstroom in Europa. En dan heb je gewoon... Hiermee kun je dus ongeveer 40 kilometer per uur mee laden. Terwijl als je bij de supercharger bent, kun je met 500, 600 kilometer per uur laden. En dan heb je die accu dus gewoon vol. In ongeveer minder dan een uur. Deze accu is 100. Dit is de P100D. Maximum
power is 720 pk. En hij heeft 100 kWh accu. En daar kun je dus 400 km mee rijden. Als je rustig rijdt, 350 als je 120 rijdt. En nog, als je op de autobaan in Duitsland rijdt, dan kun je naar 200 km. Als je 200 km per uur rijdt, ben je na een uurtje, is die helemaal leeg. Vind je dit nou interessant? Dan moet je even lid worden van de Vereniging Elektrische Rijders. De VER, ver.tk. Of verenigingelektrischerijders.nl. En dat zijn 3000 mensen in Nederland waarvan de 1000 elektrische auto hebben en 2000 niet. En die vinden het leuk om elkaar te vertellen hoe je nou eigenlijk opgaat. Wat is nou de beste elektrische auto voor jou? Hoe moet je ermee omgaan? Hoe gaat het met laden? Hoe gaat het met range? Kost niks. Ver.tk of verenigingelektrischerijders.nl. Word gewoon lid. Naast het feit dat deze auto volledig elektrisch is, is vooral het aardige dat hij autonomous goed ontwikkeld is. Hij kan op de snelweg kan hij helemaal zelf rijden. En ook in de stad zijn er een heleboel plekken waar ik het al gebruik, waar het eigenlijk niet voor bedoeld is. Hoe doet hij dat nou? Nou, deze auto heeft 8 verschillende camera's. Dus hier vooraan, hierboven, zitten er 3. Eentje voor stoplichten, eentje voor rotondes en eentje eigenlijk om de weg voor in de gaten te houden. Daarnaast hebben we hier nog een camera. Aan beide kanten. Dus om achter je te kijken, schuin achter je te kijken. Aan de zijkant hebben we hier, voor aan de zijkant, is hier nog een camera aan twee kanten. Dan kan hij naar die kant kijken. En we hebben hier achter nog een camera. Waar zeg maar, hier hebben we achter nog een camera die de zaak in de gaten houdt. Dus we hebben totaal 8 camera's. Op dit ogenblik werkt er maar 1. Alleen maar die naar voren kijkt. En die vooral geschikt is voor de snelweg en goede gestructureerde wegen. Er moeten er 8 gaan werken. Deze auto moet mijn kinderen naar school kunnen brengen zonder dat ik zelf mee moet. Als ik op een gegeven moment klaar ben, moet hij kunnen uitstappen. Moet je uit kunnen stappen en gaat hij zichzelf parkeren of hij gaat iemand anders helpen. Dat moet allemaal in deze auto door middel van software updates. Die software is nog helemaal niet klaar. Het duurt nog 2 tot 3 jaar voordat het klaar is. En de wetgever die gaat er nog langer over doen. Wat heerlijk is, is dat ik eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd het stuur niet hoef vast te houden. Ik heb geen probleem. Hij gaat nu naar de andere baan. Hij kan van baan wisselen. En ik rijd 95% van de tijd rijdt deze auto gewoon zelf. Echt, ik denk van mijn kilometers zeker 90%. Maar 95% van de kilometers rijdt hij gewoon helemaal zelf. En dat is heel comfortabel. Maar de wetgever die let daar nog niet op. Want ook al rijdt deze auto perfect en straight en geeft geen enkel problemen. Als ik nu de telefoon vasthoud zoals ik nu, dan ben ik dus gewoon strafbaar. Dat is dus echt, daar heb ik ook bekeuringen voor gekregen. Dan ga ik ook naar de rechter toe om dat op een gegeven moment te gaan veranderen. Nu gaan we bijvoorbeeld een bocht door en dat kan hij gewoon prima zelf. Dus hij rijdt gewoon helemaal zelf. Maar als je in de stad rijdt en er komen auto's van links of van rechts of je gaat de rotonde langs, dan kan hij dat niet zelf. Maar dat moet langzamerhand moet dat steeds beter worden. En ik zou nooit meer willen rijden zonder een autopilot. Op dit ogenblik is de autopilot wel in het afgelopen half jaar niet veel veranderd. We zitten echt te wachten dat hij van de ene snelweg naar de andere snelweg kan gaan. Dat hij zelf naar Groningen kan rijden. Dat hij zelf ook mensen inhaalt. Nu moet ik nog altijd de richting aanwijzen. Kijk, ik moet nu de richting aanwijzen naar rechts doen. Om hem op een gegeven moment dat hij zelf gewoon naar de andere baan gaat. Hij gaat nu wel zelf van de ene baan naar de andere baan. Maar ik moet het wel aangeven met de richting aanwijzer. En dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk gewoon dat hij gaat rijden. Dat hij maximaal snelheid aanhoudt. En dat hij van de ene snelweg naar de andere snelweg gaat. Dat was beloofd voor het einde van het jaar. Dat zal nog wel een half jaar duren. En daar zijn we eigenlijk wel ongeduldig in. Uiteindelijk over 3 jaar zelf parkeren, andere mensen ophalen. Heerlijk. Op dit ogenblik, je ziet hier de navigatie, die volgt de autopilot nog niet. Groot scherm, Google is de visualisatie, maar de Tesla heeft zelf een navigatie. Die werkt ook zonder internet en die is rampzalig. Die is echt super slecht. Die rijdt je gewoon dwars door Rotterdam, dwars door Amsterdam, vaak de kortste weg. Helemaal niet de handigste weg, terwijl dat eigenlijk gewoon niet hoeft. Dat is al ongelooflijk vaak beloofd dat dat beter zou worden, maar we wachten erop. Vorige week was er een presentatie van de VP of Service en die zei, echt mensen, je krijgt betere navigatie in Europa. Jullie krijgen een veel betere autopilot 2.0 die eraan komt. Dat gaat allemaal veel beter worden, maak je geen zorgen. Dus daar wachten we dan maar op, dat worden de cadeautjes. Op de stad moet je gewoon voortdurend weten waar het wel kan en waar het niet kan. En is het eigenlijk gewoon nog niet geschikt, maar dat komt wel. De mensen die Tesla rijden, moeten wel gewoon echt kleine details, hoe het interieur werkt,
hoe mooi het allemaal is. Dat is met Tesla altijd nog wel een beetje behelpen. Dat wordt wel steeds beter. Maar geen vergelijk met BMW en Audi. Die doen dat allemaal veel degelijker. Maar het overal gevoel wat je hebt als je Tesla rijdt is, vind ik, heel veel beter. De manier waarop dat ding trekt, hoe er op de autopilot wordt gedaan, hoe eigenlijk dit scherm als centrale afstandsbediening eigenlijk functioneert. Alles aan deze auto is eigenlijk gewoon zo anders. Het is een compleet ander soort auto en daar moet je van houden. Als je van perfectie houdt en niet van verbeteringen, terwijl je die auto hebt, als je gewoon meteen een perfecte auto wil hebben, koop een BMW, dan weet je wat je hebt, dan krijg je nooit iets meer. Maar deze auto die wordt elke keer weer gewoon beter en anders. En dat vinden wij, en eigenlijk de meeste Tesla mensen, heerlijk. We zijn hier bij Tesla Amsterdam, een van de drukste plekken waar de superchargers staan. Er zijn hier 12 en die worden echt zoveel gebruikt dat mensen in de rij staan. Nou, wat is nou zo handig aan zo'n supercharger? Hij kan laden met zo'n 500-600 kilometer per uur. Dat betekent in een half uur heb ik gewoon mijn accu helemaal voor de helft vol. En na een uurtje zit hij helemaal vol. Dus die zijn gratis en die zijn overal door Europa ideaal. En dat is dus zo'n machtig wapen van Tesla dat ze hier jaren geleden mee zijn begonnen. De beste locaties hebben, de beste restaurants, de beste hotels. In Duitsland een super infrastructuur, terwijl er eigenlijk gewoon nog geen Tesla rondrijdt. Maar dat is een geheim wapen van Tesla wat ideaal is, waardoor internationaal rijden ook echt helemaal geen probleem is. Ook is dit een servicecentrum. Dus je bent hier ook regelmatig om op een gegeven moment je auto neer te laten zetten en te laten repareren. Want zeker in het begin, een Model X, dat was een nieuwe, heb je wel wat kleine dingen. Dan kraken de stoelen of de deuren, die hebben gewoon een probleem. En dat wordt natuurlijk gewoon helemaal gefixt, gratis, maar met de garantie. Sommige mensen hebben heel veel problemen met de auto, want dit is gewoon een start-up die probeert om nieuwe producten te maken. En in het begin hebben daar veel problemen mee. Maar inmiddels begint het gewoon heel goed te draaien. Tesla heeft nu 6 van deze winkels in Arnhem, in Groningen, in Rotterdam, in Utrecht. Allerlei plekken hebben ze winkels en ook servicecentres. Dus het begint voor Nederland aardig te werken. Het land waar het meeste Tesla's zijn is Noorwegen. Want Noorwegen die heeft een geweldige, daar is nu 37% van de nieuwe auto's die zijn elektrisch. Wij zitten hier op ongeveer 4%. Dus wij doen het wat dat betreft veel minder. We hadden een voorsprong, maar de regering heeft het gewoon volledig weggegeven. En op dit ogenblik zijn we gewoon tweede of derde of vierde van Europa en gaan we langzamerhand naar beneden en wachten we een beetje op beleid van de regering. Op dit scherm zie je alle superchargers, duizenden in de wereld. En in Europa hebben ze nu ook een flinke bak. In Azië begint het heel langzamerhand. En we kunnen nu kijken, dit is de top 10 van superchargers. Nummer 1, Mountain View, Beijing, dubbel. En we zitten hier nummer 8, Amsterdam. En dan kun je ook precies zien, als je daar ook kijkt, en dat kun je in je Tesla ook zien, dan zie je ook hoeveel er vrij zijn. Dus hoeveel van deze superchargers te gebruiken zijn of je moet wachten. Heel machtig wapen van Tesla. Wat ook prettig is aan deze auto is de bediening. Nou, wat is hier nou eigenlijk leuk aan en wat heb je nou nodig bij een elektrische auto? Allereerst heb je natuurlijk een fantastische visualisatie. Eigenlijk niet de bedoeling voor de rijder, dat is eigenlijk meer voor de passagier. Want ik heb een tweede schermpje hier en hier aan de linkerkant, daar kan ik de navigatie hier zien. Ik kan ook kiezen hoe ik dat scherm wil inrichten. Want ik kan kiezen wat ik hier wil hebben. Ik kan ook zeggen dat ik hier bijvoorbeeld energie wil hebben. Ik kan hier muziek hebben. Ik kan hier ook een klok neerzetten. Ik vind het ook wel heel handig om hier zeg maar de energie neer te zetten. Dan zie ik precies hoeveel ik gebruik op welk ogenblik. Dus ik kan het hele scherm customizen. Als we dan kijken naar dit scherm. Ik heb hier de visualisatie en ik kan hier ook gewoon navigatie instellen. Die navigatie die is niet best. Die doet echt domme dingen af en toe. Dat vind ik wel heel irritant. Wat wel heel leuk is, is dat hier een 4G simmetje in zit. Dus hij heeft gewoon een permanente 4G sim aan boord. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil muziek hebben. Ik wil Spotify hebben. Spotify zit er helemaal in en je kunt je eigen username en password invoeren. En dan heb je playlisten, maar je krijgt ook gewoon van bij de Tesla hoort ook een Spotify-account. Kun je gewoon kiezen. En dan kun je zeggen van, nou, play Rolling Stones. En nu gaat hij zeg maar play the Rolling Stones, dat zie je nu hier. En dan komt hier Rolling Stones tevoorschijn en kan ik dat meteen ook gewoon gaan zeggen.
Weather Bleed, Give Me Shelter. En het begint meteen met spelen. Dat is wel heel erg fijn. Spotify is toch wel het minimale wat op een gegeven moment een mens wil hebben in zijn eigen auto. En daar wil je eigenlijk je telefoon niet noodzakelijkerwijs voor gebruiken. Want die heb je voor andere dingen nodig. He, met de Tesla heb je tenminste je handen vrij om op een gegeven moment andere dingen te doen. Mag niet, maar is wel gewoon praktisch. Dan kan ik even zien hoeveel energie ik gebruik. We zien hier, in de trip die ik nu ga gebruiken, dat ik van 69% naar 68% ga in het kleine ritje wat ik doe. En ik kan door middel van consumptie kan ik precies zien hoe hard ik rij. Nou, dit zijn duidelijk demo ritjes. En als je normaal even kijkt over de komende 50 kilometers, normaal rij ik gewoon heel rustig. Maar op dit ogenblik heb ik heel veel kilometers gebruikt. Hoeveel range heb je nou eigenlijk in zo'n Tesla? Nou, normaal heb je 400 kilometer als die helemaal vol is. Ik heb nu nog 289 kilometer over, want ik ben de hele tijd heb ik gewoon rondgereden. En hij kan ongeveer 5 kilometer rijden op een kilowattuur. En een kilowattuur is voor een consument 21 cent en voor een bedrijf ongeveer 10 cent. Dus hij gebruikt tussen de 2 cent per kilometer en 4 cent per kilometer. Moet je voorstellen, 100 kilometer rijden, kun je voor 2 euro kun je deze gigantische grote bak rijden. Of 4 euro als je een consument bent. Dames en heren consumenten, u betaalt ongeveer 2 keer zoveel voor uw elektriciteit als elk willekeurig bedrijf. Huh? Eerlijk? Niet dus. Maar goed, we hebben ook gewoon internet. Dus ik kan hier gewoon eventjes kijken van wat is het laatste nieuws. En sommige sites zijn uitstekend te gebruiken op dit scherm en andere niet. Het is een Linux browser en de NOS.nl is mijn favoriete. Hoewel die elke keer wel weer vraagt om die stomme cookies, want die onthoudt deze browser niet. Dat is echt wel heel irritant. Maar voor de rest is alles prima leesbaar. Het is geen supersnelle, maar is toch wel heel handig om te hebben. Er was beloofd dat we naar Android zouden gaan. Door Elon Musk, 4 jaar geleden in Amsterdam. Dat het binnen een jaar zou gebeuren. Nooit meer iets van gehoord. Elon Musk belooft ook van alles. Hij is heel optimistisch, hij is heel enthousiast. Maar het duurt meestal iets langer dan we denken. En op dit ogenblik is de grote belofte, wanneer kan deze auto volledig autonomous rijden? Wanneer wordt de navigatie beter? Mensen met een Model X hebben vaak nog dat de assen, dat die trilt als die heel snel optrekt. En dat vinden we dan allemaal heel vervelend. En dan moeten we weer naar het servicecenter toe. Maar eigenlijk zijn dat op dit ogenblik toch nog gewoon kleine dingen, maar hij moet er wel aan werken. Op het ogenblik is Tesla helemaal gefocust om de Model 3 te maken. De Model 3 voor 35.000 euro. Die moet heel makkelijk te manufacturer zijn, die moet simpel zijn, die moet betrouwbaar zijn. En dat is eigenlijk waar de grote focus zit en niet om de navigatie zo goed mogelijk te maken. Het einde van de evaluatie. De eerste 40.000 kilometer met mijn Tesla. Ik heb er enorm van genoten. Ik ben door heel Europa gegaan. Het rijdt eigenlijk geweldig. Hij is goed betrouwbaar. Het is elke dag weer een genot met deze auto te rijden. Uiterlijk kun je alles van vinden. Bediening kun je alles van vinden. De autopilot kun je alles van vinden. Maar Tesla heeft hiermee wel een auto neergezet die bijzonder is op alle gebieden. Hij wordt langzamerhand perfect. En hij wordt langzamerhand. Elke dag is hij een plezier. Quinten en Chris, dankjewel voor het maken van deze video. 14-jarige scholieren, die kunnen gewoon geweldig met een camera omgaan. En met een drone. En daar hebben we een mooie review van gemaakt. Top mensen, ik kan ze iedereen aanraden. En ook mensen, de Tesla, geweldige auto. 35.000 euro voor de Model 3. Je moet er 2 of 3 jaar op wachten, maar het is wel de moeite waard. En de hele toekomst gaat elektrisch worden.